Een oude vrouw wordt omringd door geboeid luisterende jonge mensen. Op haar schoot heeft ze een boek, waaruit ze de legende van de heilige Catharina voorleest. Het formaat van het doek, de levensgrote figuren en de ingetogen sfeer wijzen erop dat de schilder dit tafereel wilde weergeven met de waardigheid van een historiestuk. De schilder, Cornelis Kruseman, verbleef van 1821 tot 1825 in Italië. Hij schilderde veel van dit soort thema's uit het Italiaanse volksleven. Volgens de toen heersende stijl zijn het glad uitgewerkte, geïdealiseerde voorstellingen. Het museum kocht dit werk in 1827 aan. Niet iedereen kon waardering opbrengen voor de schilderstijl van Kruseman. Een criticus uit die tijd schreef: Enkele hoofden zijn voortreffelijk getekend. Doch het geheel is volstrekt van licht en bruin ontbloot. Geen hoofd schijnt naar de natuur bestudeerd. Het is alles ideaal en fabrieksgewijze behandeld.